najaar 1942. Spanjaardslaan 133 in Leeuwarden. De Joodse familie De Jong wordt door de Nederlandse politie uit huis gehaald en gedeporteerd. Geen van hen zou Auschwitz overleven. Het aantal Duitsers belast met de deportatie van Joden was in omvang beperkt. Zonder de medewerking van Nederlandse ambtenaren en vele andere functionarissen was de deportatie van meer dan 100.000 Joden ondenkbaar. Zij deden hun plicht. Kort nadat de familie De Jong is opgehaald, verschijnt de verhuiswagen van de Leeuwarder firma Postma. De bezittingen van de familie De Jong worden in beslag genomen. Plichtsbesef wordt medeplichtigheid aan roof. Van mijn moeders kant had ik een Joodse nicht en die kwam veel bij mijn moeder thuis. En die zei op een keer, toen zij een oproep kreeg om voor de arbeidseinsatz te werken, dat was het begin, ze was niet gehuwd, ze was nog alleen, dat zij dus zou weg moeten. En toen had ze dat fototoestelletje bij zich. En toen zei ze, kijk eens, dit is voor jou. Als ik niet terugkom, dan mag je dat houden. En als ik terugkom, dan zien we wel verder. Ze is toen tijdelijk gespert geweest. Toen kwam ze terug en toen zei ze, nou, ik hoef nog niet weg. En toen zei ik tegen haar, hier, heb je het weer terug? Dat is toch voor jou. En toen zei ze, nee, doe dat maar niet. Hou dat maar tot alles voorbij is. En dan zien we wel verder. Op 2 oktober werd er 's avonds om 11:30 aan onze deur gebeld. Er stonden 2 Nijmeegse agenten op de stoep die ons arresteerden. Mijn vader, moeder, broer, zuster en ikzelf. Ook de hond werd meegenomen naar het politiebureau. Via Arnhem werden we per trein naar Westerbork gestuurd, waar we aankwamen op het stationnetje van Hooghalen. Op een moment dat duizenden Joden uit allerlei hoeken van Nederland er tegelijk arriveerden. Er werd aangebeld, maakte open, 2 politieagenten. Ik ben nu die en die. Ja, nou, binnengekomen, u moet mee. Ik heb hier een bevel dat u moet naar de Hanse Schouwburg. De Joden mochten van 8:00 s'avonds tot de volgende ochtend, 6:00 meen ik, niet hun huizen verlaten. Ze hoorden daar te zijn. Ze mochten ook niet eens ergens logeren. Ze moesten, als de politie aan de deur kwam, aanwezig zijn. En dan op verzoek of bevel van de politieambtenaar meegaan naar een verzamelpunt. En het meeste verzamelpunt, dat hebt u wel eens gehoord, dat was de Hollandse Schouwburg in de Plantage Middelaan. En dan vertrokken de mensen. De Jood die op het punt stond gedeporteerd te worden, mocht 3 zaken bezitten. Zijn inboedel, maar niet de voorwerpen van waarde in de inboedel. Die had hij moeten inleveren bij de roofinstelling Liepman Rosenthal in de Sarfatistraat. Schilderijen, sieraden, goud, zilver, alles had hij moeten inleveren. Behalve de inboedel mocht hij hebben een rugzak die met spulletjes erin die hij in Polen moest gebruiken als die daar te werk werd gesteld. Een paar laarzen, een trui. En stond er uitdrukkelijk bij in de verordening van de Rijkscommissaris als derde de vullingen van zilver en goud voor zover in eigen gebruik in tanden en kiezen. Dat waren de 3 punten. De bezittingen van de Joden, ook in huis, werden per verordening tot Duits bezit verklaard. Dat wil dus zeggen dat de Joden hadden hun eigen bezittingen in bruikleen. Dat betekende ook, en dat was bepaald, zodra de Joden, de Joodse mensen uit hun woning werden gehaald, dan moesten ze de sleutel afgeven. En dan betekende dat dat alles wat in die woning was, was Duits bezit.
toen ons huis verlaten werd, is dat verzegeld en de huisraad is gepulst. Het verhuisbedrijf van Abraham Puls werd ingeschakeld om voor de Einsatzstab Rosenberg alle meubilair van huizen waarin Joden gewoond hadden eruit te halen. Puls, die kreeg dus opdracht, ga daar en daar naartoe, want het huis is leeg. Die mensen zijn vertrokken. En dan moest hij dat op een bepaald adres voor de Duitsers afleveren. Maar eerst reed hij dan nog even langs zijn eigen zaakje om eruit te halen wat hij dacht dat waardevol genoeg was voor hemzelf. Zo werkte dat. En hij was dus eigenlijk dag en nacht bezig. Continu. Als het niet zo'n gruwelijke zaak was, zou ik zeggen dat het mooi was in zijn eenvoud. Beau dans son simplicité. En nu hebben wij van ieder huis de inventarislijst. De Abnahmeverzeichnis heette dat op zijn Duits. De inventarislijst wat er per kamer was. Dat is een lijst waarin staat van de Jood wonende. Hè, de naam wonende daar en daar. Had een woning met 3 kamers, keuken, tuintje. En er stond er per kamer, per vertrek aangegeven wat er in dat vertrek stond. Dus je moet je voorstellen, dan staat er corridor, de gang. Ballatum op de grond. Een spiegelkastje aan de muur. Een schilderijtje of een schilderij. Klaar de gang. Dan kwam de slaapkamer. Een tweepersoonsbed met dekens en lakens en kussen. Nou, noemt u maar op, het staat allemaal genoteerd. Er is geen enkele bevolkingsgroep in Nederland die zo gedetailleerd beschreven is als de Joodse bevolkingsgroep aan de vooravond van de deportatie. Verleden week is de winkel van S gesloten. Vreemd en triest dat dat kan. Vreemde vent uit een ander land, iemand die je nooit iets misdaan hebt, stapt je zaak binnen met een trawant. Eist je eigendom op, haalt je geld uit de la en laat een en ander zogenaamd correct voor je overschrijven bij Liepman en Rosenthal. Ze zijn met hun tweeën de hele Utrechtse straat al door geweest. De winkels in van Joodse eigenaars. Geld opgeëist en zolang overgeboekt bij Liepman en Rosenthal. De een administreert, geloof ik, en de ander heet verwalter, een nieuw woord voor dief. Fientje had van Salomon zijn sleutel gekregen. Hij zelf was weggegaan. Ze keek die ene, een Hollander, eens aan. Toen hij opkeek en zijn blik de haren ontmoette, zei ze: hoe kan u? De eerste ontmoeting die ik dacht te hebben, en ook later juist bleek te zijn, was met een vrij kleine man. In ieder geval half of kleiner dan ik. En hij noemde zijn naam en ik zal hem maar noemen, want ik heb hem dikwijls genoeg in de kranten genoemd. Dat was Frans Mertens. Frans Mertens had een verlichtingszaak op het slagveld naast het Hofplein. En die wilde wel eens wat groters beginnen, blijkbaar. En dacht, mijn kans is rijp. Ik stap naar de Duitsers en ik bied me aan als beheerder, verwalter. En blijkbaar had hij de keus. Want in zijn bedrijf passen heel goed die hele moderne meubelen die ik ontwierp. Prachtig bij zijn moderne verlichting, want dat had hij wel. Dus op een gegeven ogenblik, dag, komt er iemand binnen en die kijkt zo rond. Is niet onvriendelijk. En blijf nog even bij de entree staan. Bij de entree hadden we een aantal schappen, daar stonden hele mooie kunstvoorwerpen op. Vazen en glaswerk en zo. Handwerk, unica's. En hij nam er 2. Hij zegt, die neem ik mee. Ik zeg, goed, als u dat betaalt. Nee, die hoef ik niet te betalen. Ik zeg, dan zet je ze weer terug. Hij zei, ik kan ze meenemen. En nou, we hadden dus een
anders hoor. Naar boven, gelijk vloers en omhoog. Ik kwam de trappen af. Ik zei, ik keek hem in zijn ogen. Ik zei, u neemt ze niet mee. Toen heeft hij de deur opengemaakt, is hij weggegaan. Ik heb onmiddellijk de telefoon gepakt. Ik heb mijn vader opgebeld, die is een heel eind verder. Het is een noodwinkel, want de staat er. Ik heb gezegd, ik geloof dat ik met de verwalter heb gesproken. Iedereen stond in dienst. De verwalter, de beheerder, gaf alle orders. En verwachtte dat die ook stipt werden nagevolgd. Want anders kwam altijd weer het bekende anders, tippeltje, tippeltje, tippeltje. En die tippeltjes konden wij invullen met verschillende kampen die langzamerhand bekend werden. Men heeft dit moeten accepteren vanwege de geuite of de stille dreiging van er komt aanzienlijk geweld achteraan als je hier niet aan meewerkt. Trouwens, waar moest je terecht met geld? Als je geld had, moest je naar de bank. Banken waren Duits bezit. Moest je naar de postbank. Waar moest je naartoe? Je had geld, maar je kon met je geld niks doen. Je kreeg op de duur ook amper nog levensmiddelenbonnen. Wat heb je aan geld? Geld is waardeloos. Voor geld moet je iets kunnen doen. Dus ik heb dit over me heen laten gaan. Mijn vader heeft dit ook over zich heen laten gaan. En het is overal zo gebeurd. Limpa Roosendaal, ja, dat klonk Duits en dat klonk iets wat Joods, maar voor de rest bleef het daarbij. In het begin dacht ik, dit is een bank waar het Joodse aandelen effecten bezit. De stok, zoals dat de Amerikaan genoemd wordt, gedeponeerd is. Daar wordt nauwlettend op toegezien dat dat zonder mankeren geadministreerd wordt, dat de couponnetjes geknipt worden, dat er gezegd wordt wat ze aan aandelen bezit door verhoging van de koersen enzovoort beter zijn geworden. En dat gebeurt op een uitermate zorgvuldige, doelmatige wijze. Die rechtmatige eigenaar had waarschijnlijk ook niet op het moment voor Limpa Roosendaal die waardepapieren in huis. Want een goede effectenbezitter die zorgt ervoor dat zijn aandelen bij de bank liggen. Al was het alleen maar uit CVD-overwegingen. Dus de Joodse medeburgers die wisten dat ze die aandelen hadden en die kregen van hun respectieve banken het bericht dat hun kapitaal weer was toegenomen. Maar die hebben nooit hun aandelen zelf, afgezien van misschien een enkeling, hun aandelen zelf bewaard. Dus die zijn rechtstreeks van de banken naar Limpa Roosendaal toegegaan. Men gaf aan dat men Jood was en de bank hevelde dan het saldo wat er nog stond op naam van die cliënt over naar de roofinstelling Liro. Niet alleen de banken, maar ook de Rijkspostspaarbank, alle spaarbanken, alle giro-instellingen, ook de gemeente Giro Amsterdam. Alles wat men had op rekening werd overgemaakt, het saldo, naar de roofinstelling Liepman Roosendaal. Liepman Roosendaal & Co. Sarfatistraat Amsterdam aan de NV De Bijenkorf Rotterdam. Mijne heren, op grond van de verordening 5842, de datum 21 mei 1942, verzoeken wij u ons mede te delen of u nog Joods personeel in dienst hebt of aan Joden die bij u in betrekking geweest zijn nog salarissen, lonen of wachtgelden enzovoort uitbetaald. In dit geval zien wij gaarne een opgave van u tegemoet, vermeldende namen en adressen, alsmede de bedragen welke regelmatig aan hen uitgekeerd worden, aangezien alle vorderingen van Joden bij ons moeten worden aangemeld. 'S Morgens om 9 uur, daar zaten dus de heren Liepman Roosendaalers, NSB'er of niet, ik denk dat 7 van de 10
NSB'er waren of sympathisant, die zaten daar achter een bak en die bekeken dan de bak F van Florsheim tot en met G, tot Kerstanowitz, zaten ze de kaarten tevoorschijn te halen om te kijken, hé, hey, dat is 3,5% General Motors. En die vervaldata, dat is 1 maart en 1 oktober. Het wordt dus tijd om de couponnen te knippen. En ik moest dus ook couponnen knippen. En die couponnen die gingen dan in een envelopje. En die werden aangeboden aan de banken waar die aandelen obligaties oorspronkelijk dus gedeponeerd waren, om tot uitbetaling te kunnen overgaan. En die uitbetaling die ging, dat mag u 3 keer raden, niet naar de Joodse eigenaars toe, maar die was bestemd voor Lippa Rosenthal. Al wekenlang is er geaast op de spullen van de familie S. En nu is het dan zover. De bezittingen zijn opgehaald. Het leek wel een verhuizing. Op een paardenkar, het dressoir uit de zitkamer en het bureau van Roosje. Een bakfiets draagt wat kleinere dingen. Lampetkannen, de kapstok uit de gang en de trots van buurvrouw, de mooie Chinese vaas. Wie zorgt ervoor dat dit alweer terugkomt? Wij waren er in dienst van bij mijn vader. Hey. Ja, dan werd je dus, omdat die auto's dus, die hadden de vergunning van de Duitsers dus, dat je rijden mocht. Hè? Ja, je kreeg gewoon een telefoontje, kwam binnen, of er kwam iemand dus van het kantoor. En die gaf dus opdracht om dat te doen. Ja? Ja, kom. Beetje verder. De bewoners die waren niet meer. En dan moesten wij zorgen dat het leeg kwam. Wij laden die spullen in en die brachten dan naar het pakhuis toe. En daar stapelden we netjes op. Want wij niet dat we het eraan neergooiden. Want wij hadden eigenlijk een idee van, misschien krijg je die mensen later wel terug. Wist je toen nog niet. Dat hoor je allemaal later weer. Maar dat netjes opstapelen allemaal daar. En blokjes bij elkaar zo. En daar stond dat spul allemaal. Dat werd gewoon gevorderd. Laten we het zo maar noemen. Het werd in beslag genomen. Dat meubilair dat werd vervoerd naar binnenhavens, Rotterdam, Amsterdam, in schepen geladen. Je had dan een schip vol met stoelen en een schip met tafels en een schip met beddengoed. Zo werd dat gesorteerd. En dat ging naar West-Duitsland als gift van het Nederlandse volk aan het Duitse volk. Ons gezin behoorde tot het subproletariaat. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat wij dingen in huis hadden. Bedden met beddengoed. We hadden een aantal kinderen die nog thuis woonden. Tafelstoelen, potten, pannen, keukengerei. Daar was nog wat te halen. En zelfs van die meest arme mensen hebben ze alles nog leeggehaald. Alles nog weggehaald. Bovendien hadden mijn ouders natuurlijk wel een trouwring. Een gouden ring. En ook of je nou rijk of arm was, die trouwring werd weggehaald. Ik kan u nog een voorbeeld geven. Arme mensen willen niet van de armenzorg begraven worden. Dat is de grootste schande. Dus ze hadden een begrafenisfondsverzekering. Die polis werd ingepikt door de Duitsers. Te gelden gemaakt, afgekocht. En ook dat geld verdween. Dus je kan niet zeggen dat alleen de rijke Joden zijn bestolen. Maar zonder enige uitzondering zijn alle Joden bestolen.
Dat gaf natuurlijk een hele bittere sfeer. Want men zei, alles wordt gestolen. En dan krijg je natuurlijk dat men zei in de toenmalige terminologie van, alles gaat naar Mofrika, waarom zouden wij het niet eruit halen? Want we hoeven het toch die lui niet te gunnen. En dat was natuurlijk wel een excuus. Maar het was natuurlijk wel een aardig excuus om zelf ook wel eens wat eruit te halen. En dat is die schroom, die is langzamerhand verdwenen, omdat men steeds meer gaan dacht, ja, de Duitsers, dat zijn zulke grote rovers. Daar zijn wij maar een hele klein rovertje tegen. Er zijn, vooral in Amsterdam waren de Joden, die werden gearresteerd en na 24 uur werden vrijgelaten. Eichmann zei bijvoorbeeld, ik heb 600 Joden nodig vanavond. Dan werden er 900 Joden werden er opgepakt. En iedere Jood ging natuurlijk zeggen, ik ben zo nodig voor mijn familie en mijn grootmoeder is zo ziek en iedereen wilde dan weer. En dan lieten ze 300 Joden vrij. Dan had Eichmann toch zijn 600 Joden. Die 300 Joden hadden dan 24 uur in de Terpenstraat of in een school of in de Schouwburg gezeten. Die gingen weer naar huis. En dan kwamen ze thuis en het was hun huis leeg. Hadden de buren ondertussen hun huis leeg gehaald. Hoe weet ik dat? Omdat er bij de Joodse Raad een speciale afdeling bestond om voor die mensen een bed en beddengoed en een tafel en stoelen te organiseren. Zo vaak kwam dat voor. Ik had domweg niet in de gaten wat er allemaal speelde. Ik kreeg het pas in de gaten toen ik op de fiets naar Wippen-Rosendaal ging en bij mezelf dacht, laat ik nou eens niet over de Amstel gaan, wat de normale route was, maar laat ik nu de Jodenbreestraat eens een keer nemen. En dan rechtsafslaat de Weesperstraat en dan weer rechtsafslaat de Sarfati-straat in. Dan kan ik daar ook mijn fiets kwijt. En dan kom ik echt door de Jodenbuurt heen. En daar zag ik dus de auto's van de Grüne Polizei. 'S morgens al. En 's avonds, als ik dezelfde weg terugnam, opnieuw. En toen had ik pas in de gaten wat er werkelijk gebeurde. Ik denk dat naarmate het aantal Joden toenam dat gedeporteerd werd, er meer haast gemaakt werd met het verwerken van het aandelenbezit. Met andere woorden, als er op een afdeling 100 man bezig waren en die hadden hun target niet gehaald, werd zelfs een Duitser werd er benoemd tot efficiency inspector. Het woord moesten wij verschrikkelijk om lachen. En die had de opdracht om te kijken of er wel heel goed doelmatig gewerkt werd. En als hij zei, we komen niet klaar met dat archief voor een bepaalde datum, dan moest er overgewerkt worden. En ik heb dus ook vele malen moeten overwerken. Ik wist dat bij Vroom en Dreesman een bepaald product werd verkocht, waardoor je zelf een schilderijtje kon maken. Ik had het al voor de oorlog een keer zelf thuis gedaan. En ik heb net zo lang gezeurd totdat ik dus de straat op mocht, uiteraard zonder ster. Dat was dus sowieso al niet toegestaan van de heren Duitsers. En bij die tocht naar Vroom en Dreesman op het Rokin ben ik toen gegrepen door een zekere meneer Abraham Puls, wat ik op dat ogenblik niet wist. Twee kerels in lederen kleding op een motor met zijspan, die mij dus aanhielden. Althans, één hield me aan, dat bleek dus achteraf Puls te zijn. Het was namelijk zo dat Puls officieel geen bevoegdheid had om te arresteren. Hij was geen politieman, maar hij had wel de Duitsers een handelsbanddienst aangeboden om mensen, en dan vooral Joden, te arresteren. Hij vertoefde zeer consequent in de Jodenbuurt voor de oorlog onder de Joden. En kende dus veel mensen van gezicht en naam. Nou, toen heeft Puls mij dus samen met Motor Meijer naar de Singel gebracht, bureau Singel, politiebureau. En daar hebben ze mij dus een tijdje lang aan de tand gevoeld. En ik wou niet doorslaan, maar uiteindelijk sla je door. Uiteindelijk zeg je, nou, ik zit op het Rokin.
En toen zijn ze met mij naar het Roekin toe gegaan. Mijn vader was op dat ogenblik met de mensen waar we ondergedoken waren, de familie Simons, maar met de man in kwestie van die familie waren ze beneden in de kelder iets aan de verwarming aan het rommelen wat niet deugde. En mijn moeder die zat dus boven en nou, daar kwam dus Puls met mij en meneer Meijer binnen. En nou ja, het is gauw bekeken. De eerste vraag was, waar is je man? Mijn moeder antwoordde erop, die heb ik al heel lang niet meer gezien. Ik weet niet waar die man is. Ze hebben toen ons tweeën meegenomen. Ze hebben gelukkig de familie Simons maar niet meegenomen. En hebben ons toen in eerste instantie naar de ceintuurbaan gebracht. We begrepen wel dat we uitgeleverd zouden worden aan de Duitsers. Maar waarom we naar de ceintuurbaan gingen, dat begrepen we totdat die deur open ging en we mee naar binnen moesten. Ja, en dan zag je daar zo'n grote ruimte waarin alle mogelijke rommel lag. En ook, zoals ik al zei, tapijten opgerold tegen de muren stonden. Dus dat was op zo'n Hollands gezegd gewoon allemaal pikwerk. En dan werden we naar binnen gebracht en dan werden we dus letterlijk uitgeschud. Alles ook wat maar enige waarde had, bij mijn moeder een ringetje, een kettingje, whatever. Dat bleef netjes, keurig netjes achter bij meneer Puls, zijn business daar. En toen dat klaar was, zijn wij naar de, ja, wat toen de Uterpenstraat heette, tegenwoordig de Gerard van der Veenstraat. En daar zetelde dus de SD. En daar zijn we weer aan een verhoor onderworpen. Puls is toen vertrokken. Met de beroemde woorden van, maak je maar geen zorgen, we krijgen de rest van de familie ook nog wel. En toen hebben de Duitsers ons overgebracht naar de gevangenis in de Havenstraat. Mijn vader had een huis in de Muiderstraat. Daar was ook de zaak gevestigd. Toen ze dus gedeporteerd zijn, zelf daarna is er een verwalter benoemd, dat wist ik nog. Daar zal het huis, zal die man verkocht hebben aan de Groenstje verwalter. En via een Nederlandse makelaar is dat aan iemand verkocht. En waar dat geld gebleven is, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Die panden waren allemaal onbeheerd en inmiddels was denk ik al een wet afgekondigd. Dat weet u ook zo niet meer, maar dat de Duitse bezetter die had een zogenaamd Treuhandgesellschaft in Den Haag en die nam het beheer over van alle Joodse bezittingen. Die gingen op de stoel van de eigenaar zitten. We kregen dan bericht dat er dat pand wordt verkocht. Wilt u de akte opmaken? Nou ja, notaris was uiteindelijk de baas, dus die onder zijn verantwoording werd dan de koopact opgemaakt. Wij moesten het uitvoeren als personeel zijnde. Zie, de eigenaren als zodanig, die gaven natuurlijk geen toestemming tot overdracht van hun panden. Maar ja goed, ze waren er niet meer. En ja, ze werden ook gedegradeerd natuurlijk, de Joden, dat ze zeggen, wij zullen dat wel even voor u opknappen. Ja, en toen hebben zich gegadigden aangemeld en die hebben dan via de Streuhandgesellschaft hebben die de huizen gekocht. Nee, dat ging allemaal gewoon volgens de legale weg. Want anders was die zelf strafbaar, want die akten werden allemaal gecontroleerd door de registratieinspecteur. De goede Nederlanders, laat ik het zo liever zeggen, die dachten, ja, dat is niet in Den Haag, want dat pand dat wordt tenslotte maar door de Duitse bezetter verkocht. En als er ooit een keer tenslotte weer vrede komt en die Duitsers zijn verslagen, dan zitten we toch tenslotte zijn we daar gelogeerd. Het waren ook meest mensen die sympathisanten waren van het Duitse regime, begrijpt u, die kochten die panden. Anderen niet. De notaris zorgde dan dat het geld bij die bankrekening terecht kwam bij Liepman en Rosenthal in Amsterdam op naam van de verkoper. Of de zogenaamde verkoper dan, zeg maar, dus de rechtmatige eigenaar. In
iedereen die daar werkte heeft kunnen zien dat Joden daar hun spulletjes moesten inleveren. Iedereen die bij de boekhouding werkte heeft kunnen zien dat de levensverzekeringspolissen van Joden werden afgekocht. Dat de saldi van banken werden overgemaakt. Men heeft daar gestolen als de raven, het personeel zelf. Ik zeg altijd, de Joden zijn legaal beroofd door de Duitse instanties. Maar ze zijn illegaal beroofd, ook nog eens bovendien, door die lui die er werkten, die precies wisten wat er gebeurde. Wat ik wel weet is, en dat is een hele andere kant van de medaille, dat er eens in de maand, eens in de 6 weken, gelegenheid werd gegeven aan de medewerkers van Lippmann Rosenthal om eens te kijken op de eerste etage naar een aantal schilderijen, etsen, gravures, waardevoorwerpen die dan in beslag werden genomen bij de Joden en die dan als een soort douceurtje voor de harde werkers tegen een appel en een ei konden worden verkocht. Dat heb ik verschillende keren meegemaakt. En ik weet wel dat daar ook schilderijen hingen. Dat waren natuurlijk geen Rembrandts en zeker geen Van Goghs. Maar dat waren petit maître die dan, laten we zeggen, voor 80 tot 100 gulden aan de man werden gebracht, die dan gekocht kunnen worden. En u kunt zich voorstellen dat de Duitse directie en de hoofden van afdeling, die dan het meest verdienden, ook financieel, het best in staat waren om zich over dit soort schilderijen te ontfermen. Ik moet ook zeggen dat ik daar verschillende keren ringen heb zien liggen, dat ik daar zilveren tafelbestek zag, dat ook voor een kleinigheid kon worden aan de man gebracht. En het werd natuurlijk wel altijd een draai aan gegeven om de aanwezigheid van dit soort dingen te verklaren. Er werd ook nooit gevraagd naar de herkomst van wie kan deze gouden ring geweest zijn met die saffier. En mogen wij dat wel kopen? Er werd niet naar gevraagd. En dat, ik heb daar nooit iets gekocht. En ik had er trouwens ook het geld niet voor. En ik had het waarschijnlijk ook niet gedaan. Het kamp draait warempel als een heuse maatschappij. Er is leiding en er zijn ondergeschikten. Er wordt gewerkt, gegeten en geslapen. Er zijn artsen, een ziekenhuis en een notaris. De kinderen gaan naar school. Er is hier een barak met daarin zelfs een filiaal van Lippmann en Rosenthal. Iedereen moet naar deze barak, waar een aantal Norse mannen achter een tafel zitten, die alles wat je nog rest aan geld en goederen op bitse toon opeisen. In Westerburg was een filiaal van Lippmann Rosenthal en we moesten alles wat geld waarde daar aan hun afgeven. Het werd geregistreerd allemaal, netjes op kaarten gezet, namen alles genoteerd en alles wat we hadden moesten we afgeven. Ten eerste hadden we alles natuurlijk in Amsterdam woonden al alles moeten afgeven. We mochten maar 250 gulden als gezin in de maand verdienen. Alles wat je meer verdiende moest afgegeven worden. En in Vught hebben ze ja, niets gevraagd, maar in Westerburg moesten we alles afgeven wat we nog hadden. En ik denk dat het laatste kantoor van de Nieuwe Rozenstaan nemen dan. Mijn ouders zijn onherroepelijk ook voor die tafel verschenen van Lippmann Rosenthal. Want van het baar geld wat werd afgepakt van de Joden daar, zijn lijsten gemaakt. Lijsten die naar Amsterdam werden gestuurd, naar de roofbank Lippmann Rosenthal. Van Jood die en die hebben wij zoveel geld afgenomen in Westerbork. En de naam van mijn vader komt voor op zo'n lijst. Voor 1 gulden en 26 cent had mijn vader op zak toen hij werd opgepakt. Dus ik weet zeker dat hij ook voor die tafel verschenen is. Ik weet zeker dat hij 1 gulden 26 op bij zich had wat is afgepakt. Het laagste bedrag wat ik ben tegengekomen van baar geld wat in Westerbork is afgenomen, is het bedrag van 4 cent. F0,04.
En zo zijn we ook al in het kamp geweest, notaris en ik, voor mensen die er opgepakt waren uit Amsterdam en andere omgeving, omdat er ook de Joodse raad zetelde in dat kamp. En er waren kandidaat-notarissen bij. En die belden dan op, ze hadden schijnbaar ook de vrije beschikking nog wel over een telefoon. Dan zeiden ze, nou, bijvoorbeeld meneer die en die, die wil nog een testament maken of die wil een voogdijvoorziening hebben. Nou, dan werden die gegevens werden aan ons doorgesteind en dan werd die akte werd dus opgemaakt voor hun. En dan gingen wij naar het kamp toe, daar werden we binnengeloodst. En dan werd in een bepaald kamertje werd akte gepasseerd van degene die dat wenste. En als je dan een testament maakt, dan moet degene die dat testament maakt, moet wel erbij aanwezig zijn. En die moet eerst dus ook verklaren aan de notaris dat en dat is mijn bedoeling. Zo moet mijn testament zijn. En dan moet ik nog weer verklaren in bij zijn van twee getuigen. Dus er was dus iemand van de Joodse Raad was getuige. En ik was meestal getuige bij die akten. Omdat we met z'n tweeën in de regen gingen. En dan werden we weer uit het kamp geloodst. NV Nederlandse Spoorwegen te Utrecht. Factuurnummer 47347. Herren Beveelshaber der Sicherheitspolizei und SSD für die besetzten niederländische Gebieten. Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Euterpenstraat 99, Amsterdam. Kosten für die Beförderung von Juden während des Monates Mai laut unterstehender Aufstellung. 1.999 Gulden und 45 Cent. Die Joden hebben zelf hun deportatie moeten betalen. Dat werd gewoon gehaald uit het geld wat lag bij de roofinstelling Liebman-Rosenthal. Daaruit werd bijvoorbeeld de onderhoud en de uitbreiding van het kamp Westerbork betaald. De treinen zijn betaald. Het geld is betaald aan de Nederlandse spoorwegen uit fondsen van de roofinstelling Liebman-Rosenthal. De treinen die van Amsterdam naar Westerbork reden. Alles is, de Joden hebben dat zelf moeten betalen. In mijn ouderlijk huis, waar ik dus groot geworden ben, daar woonden vroeger aan weerskanten woonden Joodse zakenlieden. Aan de ene kant woonde Philip Denneboom. Daarnaast woonde Salomon van Gelder. Ter rechterzijde was dat. En ter linkerzijde woonde ook een Denneboom. Nee, hier woonden nogal heel wat Joden in Bijlen. In de oorlog van die meneer Denneboom, van Henri Denneboom, die had zelf een accountantskantoor erbij. Die had een manufactuurhandel. Had hij, maar daarnaast deed hij ook belastingzaken allemaal. En toen hij ging onderduiken, toen zei hij tegen mij, Jan, neem jij de boel van mij maar over. Ik zeg, wat moet ik ervoor betalen? Hij zegt, als ik terug ben, dan regelen wij dat wel. En als ik niet terugkom, dan heb je het voor niks. En zodoende kreeg ik van al die klanten van hem. En toen kwam met de geldsanering in 1945. Toen heb ik met hem aan de slag genomen, ben ik voor mezelf begonnen. En zodoende. Mijn vader was restaurateur voor de oude goudstikker. Dat was 28, 29, een economische crisis. In de crisistijd heeft goudstikker zijn vermogen gemaakt. De vierde dag van de oorlog is hij pas met Daisy en de baby zijn ze naar Rotterdam gegaan en heeft hij voor 30 mil... 10 mil per persoon plaatsgevonden op een boot. Dat was de Bodegraven. En wij hebben pas 2 jaar daarna hebben we gehoord dat Goudstikker dood was.
plotseling kwam er een man binnen, namens Middel, Alois Middel, bezitter van de Binnenlandse Bank. Een Joodse vrouw getrouwd, had met keuring in de schoolbank gezeten, die niet vertelde dat hij de collectie wilde kopen, maar die schilderijen wilde zien. Die hebben steeds een schilderij laten zien. Dat vond hij mooi, dat vond hij minder mooi, dat vond hij mooi. Vroeg prijzen, noteerde. En op het laatst zei hij, ik zal maar eerlijk zijn, ik koop de hele collectie. Voor 4,5 miljoen. Toen een hoog bedrag. Wij dachten dat Middel een ontzettend tas met geld zou komen. De 4,5 miljoen. En Middel gaf een cheque op de Binnenlandse Bank. Wat notaris Van den Berg zei, die neem ik niet aan, ik neem alleen cashgeld aan. Hij zei, nee, u heeft mijn woord dat die cheque betaald wordt binnen een maand. Een week daarna is Keuring gekomen, heeft veel schilderijen gekocht. Die werden meteen uitgestuurd. Middel had het geld. En is nou Van den Berg gegaan en heeft dat geld gedeponeerd. We hebben gezegd, er is een pensioenfonds. Dat is er niet bij. En dat heeft hij laten uitbetalen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld uit het pensioenfonds 27 mil gekregen. En mijn vader heeft uit het pensioenfonds, ik geloof, 80 mil gekregen. Dat was niet zo groot. Ik heb nooit spijt of iets gehad of gedaan waar ik nu denk dat had ik niet moeten doen. Ik viel na de oorlog onder de 90%. Omdat ik had voor de oorlog geen vermogen. En de belastinginspecteur heb ik vreselijk mee gekibbeld. Die zei, ja, je valt toch onder de oorlogswinst. En die hebben, mijn vermogen hebben ze voor 90% afgenomen. Dus ik ben zelf weer... Ik ben nou een stokrijke man, dat weet ik. Maar ik heb het zelf verdiend. Van een eigen verslaggever. De Duitsers zijn als aasgieren op het Nederlandse kunstbezit neergestreken. En zo vond verdachte Jan Dick junior, eigenlijk prentenrestaurateur, een vruchtbaar terrein om grote winsten te maken, zei advocaat-fiscaal bij het Amsterdams Bijzonder Gerechtshof, meester A.H. van der Veen. Hij eiste, zoals wij gisteren reeds in het kort melden, wegens collaboratie 3 jaar tegen de voortvluchtige verdachte. In de eerste plaats is het onvoorstelbaar hoeveel er gestolen is van de Joden. En in de tweede plaats is het onvoorstelbaar waarvoor dat gebruikt is. Beddengoed als gift van het Nederlandse volk aan het Duitse volk. Die diamanten, briljanten voor Mussolini. Vrouwenhaar voor de duikboten. Ingeleverde diamanten om bedrijfsdiamanten te kunnen kopen. En ik ben echt niet volledig. Dat kan ik hier niet. Het was één groot, globaal, weldoordacht duivelsplan wat de Duitsers van tevoren hebben opgesteld om de Joden niet alleen te doden, maar voor hun dood finaal te beroven. En daar hebben veel Nederlanders aan meegewerkt. Het hele apparaat van Liebman Rosenthal was medewerker in deze roof. Ik had mij veel beter moeten laten voorlichten. En misschien waren er nog wel andere banen geweest die dan minder kwalijk geweest zouden zijn. Alleen het was mijn angst, A, om naar Duitsland gestuurd te worden. B, was het de wetenschap dat mijn ouders met mijn 30 gulden in de maand ik wil niet zeggen goede sier konden maken, maar in elk geval de kosten voor het levensonderhoud zouden kunnen drukken. En ja, wat nog meer. Ik was aan het werk. Ik kon iets leren.
In Berlijn is dit jaar een archief teruggevonden met 1 miljoen dossiers. 1 miljoen dossiers van geroofde huisraad. Van geroofde schilderijen, sieraden, antieke meubelen, bronzen voorwerpen, postzegelverzamelingen, muntenverzamelingen, effecten, diamanten, noem maar op. Dat moet een gigantische hoeveelheid inkomsten betekend hebben voor Hitlers Derde Rijk. Dat is niet te onderschatten aandeel geweest in de financiering van Hitlers oorlog.